حالك ايه يا اخي ايه Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En meestal heb ik op zaterdag altijd wel een planning om iets te doen. Die had ik ook, maar ja, ik weet niet, luiheid. Tenminste, kijk, ik was aan het editen. Die ene van Mehmet op pad, die morgen online hoort te komen. Dus als het goed is, is die online. Dat zal ik later op de dag wel vertellen of die online gaat komen. Maar ik was aan het editen, maar je hebt zeg maar, kijk, als ik ga opnemen buiten, die dag was het heel erg winderig. Dus ik ging met een microfoontje opnemen. Wat je dan doet is, je pakt het geluid, dat plak je dan onder de video. Het geluid van de video zelf, die demp je. En dan heb je gewoon sterker geluid onder die video. Maar ik had dus twee bestanden. Een rauw bestand van de camera zelf en dus een bestand met die video eronder geplakt. Ik ben met mijn domme hoofd gaan editen met dat rauwe bestand, met die slechte geluid. En ik dacht al van, is er echt zoveel wind met die microfoon? Moet ik even gaan checken of die microfoon wel goed werkt en dat soort dingen? Op een gegeven moment kijk ik zo even tussen mijn bestanden en zie ik dat ik de verkeerde bestand heb gepakt. En heb ik letterlijk gewoon bijna heel die video geëdit, maar dan met slechte geluidskwaliteit. Dus dat mag ik weer lekker opnieuw gaan doen. Volg. Inmiddels alweer een paar uur verder, ben wat verder gekomen dat editen. Ik heb even een lekkere broodje gemaakt. Oh, deze kan ik laten zien. Broodje met bacon. Nee, geen bacon. Sucuk. Die Turkse sucuk. Lijkt op bacon. Kijk, hier. Wacht, laat me even een stukje pakken. Lijkt wel heel erg op bacon. Maar het is sucuk, mensen. Wees niet bang. En die. En ik heb hier nog een wafel. Lekker, hoor. Lekker ontbijtje. Ik verwen mezelf wel heel erg deze afgelopen dagen. Maar ja, mijn buik die zal het ook op een gegeven moment laten zien. Vaak ga ik naar de balkon toe om een beetje frisse lucht te halen. Want af en toe zit zo in deze kamer. Kijk hier mijn kamer van de buiten af. Zien jullie? Het is weer een rommeltje geworden, mensen. Nee, maar vaak is het in mijn kamer zo benauwd en vies. Het is muf, muffe geur, stoffige geur. Ik heb een raampje ook, maar alsnog. Als je dat loopt te editen achter de pc. Trouwens, de video die is nu op ongeveer, laten we zeggen, 80% is die klaar. Dus ik denk dat die morgen wel sowieso online komt. Dus om 7 uur, waarschijnlijk drop ik hem dan om 8 uur. 8 uur in de avond, dat was de vorige keer, zondagavond. Dus gaan we allemaal checken over een uur, wanneer jullie dit zien. Of het is al een uur geweest inmiddels, denk ik. Voor de meeste mensen die niet gelijk meteen checken. Check de wolken. Jammer dat ik vanuit mijn huis niet dingen kan zien. Zonsondergang. Zal ik een keertje helemaal daar naar boven klimmen, mensen? Kijk. Je hebt gewoon een trap die daar zo helemaal naar boven gaat. En ik denk dat het echt een zieke uitzicht wordt. Eerlijk gezegd weet ik niet precies waar die ding is. Maar dan moet ik even checken. Of achterhalen. Als ik het ga doen, doe ik het natuurlijk wel met veiligheidsdingen en alles erbij. Dus doe het thuis niet na. Absoluut niet. Ik zat toevallig op zo'n oude YouTube-account van mij te kijken. Daar kon je zeg maar de geschiedenis checken van dat account. Checkte ik zo, zag je allemaal oude filmpjes van meisje, ik ben boos. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Iedereen die periode zette van meisje, ik ben boos. Ik ga helemaal platje met allemaal oude video's. En het is weer avond. Het is heel irritant om te vloggen terwijl er veel wind is. Ik ga echt zoeken naar die speciale windruis kussentjesachtige iets dat je kan plakken op je microfoon. Zodat die geluid zeg maar beperkt wordt. Zag een keertje in de vlog van Casey Neistat. Dus, ik sta nu in de Burger King. Want zoals jullie weten, Algie werkt hier zo. En ik heb tegen Algie gezegd, breng me eens even een lekkere colaatje. Ja, Algietje. Dus die is die nu aan het brengen. En dan gaan we even wachten hier zo. Het is best wel leeg hier zo. Het stinkt hier heel erg, mensen. En ik weet niet aan wat dat ligt, maar het stinkt hier heel erg. Algie rent weg. Hij wil niet op dit. Algie, het stinkt hier. Algie, doe daar wat aan. Justin Bieber. Nee, je kan altijd kijken naar de wc van een videaal om te weten of het hier schoon is. En geloof me, mensen, deze wc stinkt heel erg. Ewa. Ik kwam een paar kijkers tegen. Dit is Moed vanuit Voorschoten. Ja. En dit is Rebecca ook uit Voorschoten? Leiden. Leiden represent. En ja, ze zijn hier gewoon. Ze kwamen mij tegen. En dit is Algie. Ik ben ook Algerijns. Oh, ben je Algerijns? Ja, man. Oh, hier, broeders. Praat met elkaar. Moeder van andere moeder, je weet. Praat met elkaar.
Algerijns? Ja. Leuk was het. Oké, verder. Alhamdulillah. En wij? En wij? Babzor. Ik versta het nog redelijk. Ja? Waar kom je vandaan? Ja, Shabab. Shabab. Kijk even heilig, hey. Turks. Jij kan Russisch toch? Ja. Praten ze. Wat moet ik zeggen? In het Russisch, welkom bij een nieuw vlog. Tenminste, vlog, ja, is gewoon ja, vlog. Ja, ik kan niet echt heel goed Russisch. Okay, dat is wel iets correct, dat is correct Nederlands. Ik kan gewoon wel zeggen, zasuti. Ja. U меня зовут Ребекка. Ja, zo. Hoe, nog een keer? U меня зовут Ребекка. Jouw naam is Rebecca. Ja. Ah, Russisch, Algerijs, alles erin. Internationaal, brada. Hoe is hij? Wie sta hier? Wie sta hier? Hier waren chamos. Wat zijn chamos, mensen? Kan iemand mij dat vertellen? Ogi, waarom is altijd wind, Ogi? Ogi, dit is Ogi. Kijk, ojo, zag je dat? Een sticker op mijn pet, kijk, regenboog. Zie je dat? Mikasa e tu casa, hé. De transportation, de cocaïne in Colombia is muy importante, hé. Ik vind het grappig, wanneer je een andere taal praat, probeer je ook die accent na te doen. Dus als je Frans gaat praten, dan praat je... Je voudrais un croissant, je m'appelle Youssef. Duits. Mag ik een cola, bitte? Ik spreek Deutsch. Maar ik spreek niet zo goed Deutsch. Maar waar is de Bahnhof? Spaans, la que pasó, la transportación, arriba, la Barcelona, Cristiano Ronaldo, Oye, Arabisch. Kijk, heilig, eie achi. Hajjana, eie achi. Bebers. Er zit een veegje op de lens. Veegje is weg. Mehmet op pad, aflevering nummer 1 met Soef is af. Dus wanneer dit online is, dan is Mehmet op pad ook online. En dan gaan jullie het allemaal checken. Want dat doen jullie en geef het even serieus mensen. Geef het echt zoveel liefde. Allemaal dikke blauwe duimpje omhoog. Want ik wil echt weten of dit een aflevering is. Ik zal er natuurlijk meer maken. Of het een aflevering is die vaker moet terugkomen. Of jullie zeggen van, toch maar niet. In ieder geval, die is af. De verschillende culturen filmpje, die komt eraan. Die is als het goed is. Ik zeg nu gewoon maar even een dag, hè. Dinsdag online. Wat heb ik nog meer op de planning staan? Ja, die ene, deze video. Deze. Die wilde ik eigenlijk vandaag doen. Maar aangezien ik echt letterlijk die Soef dinges een paar keer opnieuw moest editen vanwege wat fouten. Ben ik er gewoon niet aan toegekomen. En ik hoop... Ik wilde zeggen, ik denk, maar ik hoop dat ik het morgen kan opnemen. Als het goed is, heb ik Sam hier als mijn compagnon. Dat zei ik gisteren ook al. Maar ik hoop het dit keer echt. En we gaan morgen een prank opnemen met Emmanuel. De prank bij Emma. En het is niet zomaar een prank, mensen. Geloof me. Deze video is voor zijn kanaal. Maar deze video kan echt, denk ik... dit heeft de potentie om een groot publiek aan te spreken. Weet je? Als ik zeg van, ja, deze video wordt het hem. Deze video kan hem doen, geloof me. Ik heb zo'n gevoel daarvoor. En ik denk dat deze video dat wel kan doen. Met de juiste push en de juiste aanpak, de juiste edit, kan deze video heel erg gevaarlijk worden. En dan kunnen een heleboel mensen die zeg maar nu een soort van in een zweverige positie zitten van oké, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou geloven? Die worden daarop aangesproken en die zullen dan pap één richting kiezen. Klinkt nu ook zweverig wat ik zeg, maar dat maakt niet uit. Jullie zullen het vast wel begrijpen. Ik wil natuurlijk niet het idee verpesten van de video, want anders denken jullie van... Oh, dat is het. Oké, dan hoef ik niet meer te kijken. Nee, dat wil ik niet hebben. Dit is trouwens een van de eerste camera's die ik ooit heb gehad. Dat was deze. Deze JVC zo. Megapixel stond er nog zo op. Hoeveel megapixel had deze? Vroeger keek je altijd naar... Oh, hoeveel megapixel heeft die? Dat staat op 1.33. Ik weet niet of dat 1.33, maar dat zou als goed is één blokje moeten zijn. Maar ja, dat is dus deze camera. Ik doe zo. Goeie camera in die tijd. Nee. Ik had eergisteravond, wanneer jullie dit zien is het alweer 3 dagen terug. Vergeet te vertellen in de vlog. Kijk, het was avond mensen.
En op een gegeven moment, je weet toch hoe je met je voeten doet, zo over je deken, dat deken over je voet komt. En op een gegeven moment is het een beetje onsmakelijk verhaal. Dus als je aan het eten bent, stop het. Eet het op en kijk weer verder. Voelde ik mijn grote teennagel een beetje zo omhoog komen. En toen ik zo weer eraan denk, ik ook van, kom een beetje omhoog. Raar iets. Ik dacht van, huh? En ik ging even voelen zo en ik zag dat die los zat gewoon. Dus ik doe licht aan en ik kijk en ik zie, ja, hij zit gewoon, mijn grote teennagel die zat los. Ik ging toch een keertje zaalvoetballen. En toen had ik heel veel bloed en had ik een blauwe teennagel gekregen. Nou, die teennagel is gewoon letterlijk afgestorven als het ware. En op een gegeven moment zat ik ermee te spelen. Op een gegeven moment kon ik gewoon die grote teennagel eraf halen. Dus ja, ik mis nu één grote teennagel. Ik weet, heel onsmakelijk. Maar dat groeit net zoals haren, groeit dat weer terug. Want je haar is hetzelfde spul als wat in je teennagel zit. Maar ja, ik heb dus nu 9 teennagels. We gaan het gewoon afsluiten. Vond je deze video nog leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet Ik verspreek me steeds nu aan het einde. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Laat het vliegen voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van.